Al die inheemse bomen en struiken zijn afhankelijk van inheemse insecten. En andersom net zo. Zag jij gelijk al iets, Stijn? Ik zag wel wat hele kleine vliegjes volgens mij op die bloesem daar zitten, van deze. Ik zie wel een lekkere dikke slak hier tussen de bloesem. Hey, die gaat niet zo snel, Stijn. Die is lekker makkelijk. Ik zie hem zitten. Hier. Ja. Oh ja. Zonder insecten zou die hele genenbank niet functioneren? Nee. Ja, willig bijvoorbeeld als een windbestuiver, daar zou er nog best wel wat mee kunnen. Ja. Maar sleedoren, meidoren, die worden echt door insecten bestoven. Ja. En als je geen insecten zou hebben, zou je geen vruchten hebben. Nee. Ja, een van de kleinere zweefvliegjes. Okay. Heel klassiek, op een paardenbloem. Ja. Op de paardenbloem. En wat voor zweefvliegje hebben we hier, denk je? Ik denk een van de twee driehoekzweefvliegjes. En weg is die. Weg. Paardenbloem is een hele belangrijke voedselplant voor insecten in deze periode van het jaar. Stijn lijkt iets te hebben hier. Ja, kom maar kijken. Het is wel heel grappig. Met die enorme antennes en zo'n heel wollig lijfje. Hoe noemen jullie dat nou, Erik? Dat is een langsprietmot. Langsprietmot. Heel mooi gouden. En je ziet, zijn roltong heeft hij opgerold. Ja, dat kan je goed zien. Ja. Geweldig zeg. Jee. Ja, leuk hè, je kan het echt goed zien. Gewone vlieg. Ja. Een van de echte vliegen. Op die paardenbloem. Oh ja, vlieg op de paardenbloem. En wat doen die? Bijna alle vliegende insecten die op bloemen fourageren, bestuiven ook. Ja. Hey, bijen zijn natuurlijk heel bekend met hun hele pootjes vol met stuifmeel die dat echt aanharken en dat doen. Maar gewoon ook alle andere insecten kunnen wel degelijk dragen bij aan de bestuiving. Bij een akkerrommel. Soms duurt het maar een halve seconde dat hij erop zit. Ja. Besluit hij dan van, oh, dit is niks, ik ben al geweest. Of er is al iemand anders geweest. Ja? Bijen maken heel snel de keuze of het zinvol is om bij een bloem te blijven of niet. Zeg maar de eerste aanraking of soms net al daarvoor. Ja, ja, en ja. Hoe dat mechanisme precies werkt. Maar er zit een bepaalde efficiëntie in dat ze toch op een proberen zo efficiënt mogelijke manier zeg maar nectar en of stuifmeel te verzamelen. Ja. Ja, en oh ja, als je gewoon stilstaat... Met die hangende poten. Ja? Nou, ja, ziet... ja, die met die hangende poten, wat is dat? Ja, dat is een van de rouwvliegen. Hier een bij of een zweefvlieg, wat is het? Ja, weer een van de bijvliegen. De bijvliegen. Ja. Het is een vlieg. Het is een vlieg? Het is een zweefvlieg, ja. Het is een zweefvlieg. En hij lijkt oppervlakkig qua kleurschakering en hoe hij zich beweegt op een bij. En dat doen ze bijna allemaal, dat zijn dan de bijvliegen. Ja, camouflage. Ja. Nee, mimicry. Mimicry, ja. Ja. Dus ze doen zich anders voor. Ja. En voor die insecten is er een verschil tussen de inheemse vogelkers en de Amerikaanse vogelkers? Exoten zijn heel vaak een primaire, ze kunnen heel goed als voedselbron. Gewoon voor imago's fungeren, als basisvoedsel. Maar bijna nooit is het een waardplant voor een hele soort. Nee, nee. Dus voor het stuifmeel, pollen of blaadjes die ze gebruiken voor hun eieren en larven, hebben ze echt inheemse bomen en struiken nodig. En waarom zou je nu vooral die rouwvliegen hier zien? Ik denk dat het gewoon dat ze ook net uit zijn. Dus dat het gewoon het begin van de vliegtijd is. Ja. De insecten hebben primair één taak en dat is voortplanting. En het is zelfs zo extreem dat er best een hoop soorten insecten zijn die in wezen in het volwassen stadium niet eens kunnen eten. Nee, nee. Nee, zeg maar tijdens de metamorfose vervalt zeg maar het hele verteringskanaal valt in wezen weg. Worden in wezen alleen organen geproduceerd voor de voortplanting. Goh. En dan na eendagsvliegen staan erom bekend, maar ook een aantal vlindersoorten. Die hebben ook geen bek meer? Die hebben geen maag. Het imago heeft geen functie om te eten. Het heeft alleen de functie nog om zich voor te planten. Het volwassen dier. Ja.
Oh, is dit de pieper? Ja, dit is de boompieper. Oh. Hier die boom met die staken. Ja. Links daarachter een klein dingetje. En links daarachter de hoogste. En daar zit hij in. Een 60 centimeter onder de top. Nou, wat goed jongens. Wat mooi. Worden deze insecten gegeten door die boompieper die daar zit? Ja, die eet wel. Die eet echt vliegende insecten. Ja? Goh. Ja. Dus dit is nu echt even een drie-eenheid. De bloeiende inheemse vogelkers, ja. De rauwvlieg en de boompieper. Ja. Een hele simplistische weergave van een voedselpyramide. Ja, ja, ja.